Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Je gaat onder andere animaties, games en handige apps programmeren. In dit project ga je een vertaalapp programmeren. Patio de Recreo. Maar wist je dat er wel 7000 verschillende talen zijn in de wereld? Natuurlijk worden deze talen niet evenveel gesproken. Zo wordt het Tauchio een taal in Peru. Nog slechts door één iemand beheerst. Voor het programmeren van dit project heb je het projectbestand nodig. Je kunt het bestand downloaden door op de link hieronder te klikken. Zet nu deze video even op pauze en download het projectbestand. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Tot zo. Ga nu in je browser naar scratch.mit.edu. En upload het projectbestand dat je zojuist hebt gedownload. Voeg nu eerst twee extensies toe. Text naar spraak en vertaal. selecteer de startbutton en begin met een bericht. Stel dan de stem in. Ik kies deze, maar jij kunt zelf een leuke andere stem kiezen. Dan een taal. Ik kies Spaans. Met het vraagblok kun je degene die de app gebruikt iets vragen en het antwoord laten intypen. Twee variabelen maken om kleine stukjes informatie in op te slaan: het woord en de vertaling. Het antwoord sla je op als een variabele. Dan maakt de variabele vertaling het antwoord in Spaans. En spreekt de app de vertaling uit. Om te laten zien dat de app bezig is met de vertaling, zou je het uiterlijk van de sprite nog kunnen aanpassen. Door weer een signaal te versturen, verander je de achtergrond naar groen. En na 1 seconde wachten weer terug naar blauw. Klaar. Tareas del hogar. Heb je nog zin om door te programmeren? Hieronder vind je nog twee challenges om verder mee te programmeren in dit project. Lukt het jou ook om deze op te lossen? Maar je kunt ook verder lezen in deze boeken. Leen ze bijvoorbeeld bij jouw bibliotheek. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.